Zelfs de grootste sceptici van Europa moeten toegeven dat Europa het afgelopen jaar heeft laten zien dat door sterk en verenigd te zijn je echt hele grote ongelukken buiten de deur kunt houden. Ik ben ervan overtuigd dat als Nederland niet tot Europa had behoord, dan was ons eenzelfde lot beschoren geweest als IJsland. En dan hadden we generaties lang opgezadeld met een enorme schuld die met hele hoge belastingen ooit weer terug zou betaald moeten worden. Ik denk dat we voor een paar uitdagingen staan die zo groot zijn dat wij niet zonder die samenwerking kunnen in Europa. Als je kijkt naar de economische crisis, als je kijkt naar de financiële crisis, het klimaatprobleem, het zoeken naar nieuwe energie, vrede en veiligheid in de wereld. Nou, dat zijn zulke opdrachten. Nederland is in zijn eentje nergens als we het alleen willen proberen. Ik ken Thijs Berman als een hele eerlijke, bevlogen, maar ook heel praktische vent. Hij heeft idealen en tegelijkertijd is hij politicus. Hij weet dat hij compromissen moet sluiten. Hij weet dat hij er heel hard voor moet werken om het voor elkaar te krijgen. En het is die combinatie van die eigenschappen dat hem tot de ideale lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid maakt. Ik denk dat de enige uitweg uit de crisis is de verbinding te leggen tussen de economische crisis en de noodzaak het klimaatprobleem aan te pakken. En dat moet je op Europese schaal doen. Als je nu investeert in een duurzame economie, dan kost dat de volgende generaties niks. Dat levert ze op. Het is een cadeau aan de volgende generaties. Want ze sparen energiekosten uit. En het levert ze werk op. Wat Europa helemaal niet moet willen, dat is bepalen hoe het onderwijs eruit ziet in een land. Bepalen hoe het cultuurbeleid eruit ziet in een land. Bepalen wat er gebeurt met de woningbouwverenigingen in een land. Dat soort dingen die kunnen we allemaal zelf. Bepalen hoe het landschap eruit moet zien. Je kunt er wel afspraken over maken. Namelijk, we beschermen het milieu. Hou je daaraan, lidstaten, en zoek vervolgens zelf uit hoe je het doet. Er is een tijd geweest dat we Europa beschreven als een markt, een interne markt, een gemeenschappelijke markt. Maar ik denk dat ook daar een les geleerd moet worden van de crisis die we nu meemaken. En dat is dat we ons ideaal over Europa wel moeten verrijken. Het kan nooit alleen maar gaan over de markt. Het moet ook gaan over politiek. Het moet ook gaan over toezicht. Het moet niet alleen gaan over werkgevers, ondernemers en bedrijven. Het moet ook gaan over gewone mensen werknemers. Omdat we juist vandaag de dag zien dat als je dat niet doet en alleen maar naar de markt kijkt, het wel die gewone mensen zijn die er uiteindelijk de prijs voor betalen. Dus ook Europa zal uiteindelijk een sociaal en solidair Europa moeten zijn. We moeten investeren in werk. We moeten zorgen dat we dus zoeken naar duurzame energie, naar schone energie, naar een duurzame ontwikkeling. Als we dat allemaal doen, dan maken we een toekomst. De Sociaaldemocraten zijn ertoe in staat. Wij kunnen dat in een progressief parlement. En dat is de inzet van 4 juni 2009. Juist nu is Europa belangrijk. Omdat we samen sterker staan. Stem dus 4 juni, Partij van de Arbeid.